de laatste jaren zijn hier twee pinautomaten verdwenen in de wijk. En dat werd door de bewoners en de ondernemers in deze wijk als een zeer groot gemis gezien. En mede door de inspanningen van Leefbaar Rotterdam is het nu weer mogelijk om ook in het scheepvaartkwartier te kunnen pinnen. Wij kregen signalen uit de wijk dat het als een probleem ervaren werd. We zijn toen huis aan huis brieven gaan bezorgen om te toetsen of het inderdaad als een groot probleem werd gezien. Nou, wij kregen daar honderden reacties uit binnen, uit de wijk. En we zijn toen dus met veel partijen gaan praten. En mede door onze bemiddeling is het uiteindelijk gelukt om hier dus weer een pinautomaat in het scheepvaartkwartier te krijgen. Dit is natuurlijk een wijk met heel veel potentie in Rotterdam, waar we echt trots op mogen zijn. Waar enorm veel toeristen komen. Denk aan de Speedo die hier zit. Waar heel veel ondernemers zitten. Nou, voor die mensen, als die het als een groot probleem ervaren, is het je plicht om als politiek te proberen dat op te lossen. Nog even naast het feit dat het ook qua veiligheid natuurlijk prettig is als je vlakbij je huis kunt pinnen. In plaats dat je de halve stad door moet en met een hoop geld op zak weer naar huis moet. Dus het heeft eigenlijk meerdere redenen waarom het ontzettend belangrijk is. Nou ja, nogmaals, wij zijn er als Leefbaar Rotterdam erg blij mee. Dat we daar mede een bijdrage aan hebben kunnen leveren, dat er hier weer gepind kan worden.